Ja, een bagage. Spullen inpakken. Daar tussen, oh ja. Goedemorgen. Gaande. Suikermerk is. Lekker. Goed in de lijn, op een eigen manier. Met een paspoort. Oh, je stempel. Oké, top. Waar we maken. Lekker. Taxi naar de taxi. Wij zijn de Bellingas familievloggers en wij zijn hier lekker een weekje geweest in Dubai op vakantie. Maar het is vandaag helaas weer tijd om naar huis te gaan. Dus we gaan het heel erg missen. We hebben nog lang niet alles gedaan wat we eigenlijk wilden doen. Want er was super veel dingen om hier te doen. Maar we hebben wel hele leuke dingen gedaan. We hebben een snufje cultuur gesnoven. We hebben de stad gezien. We hebben gespeeld. We hebben zelfs hele mooie natuur gezien. En we hebben natuurlijk het waterpark en alles gehad. Maar het is vandaag weer tijd om te gaan, jongens. We gaan het prachtige strandje missen. We gaan onze heerlijke villa missen. Het was een heel fijn vakantiehuis. Het was een heel fijn vakantiehuis. Echt thuis gevoeld. Ja, absoluut. We hebben lekker in de zand gespeeld. En ook als de kamer klaar was, konden ze vaak hier zwemmen. En op het groene grasje, even met je voeten. Zullen we wel missen, jongens. Ja, het was een heerlijke vakantie. Wat we vooral gaan missen is... Het warme weer. Het heerlijke weer. Want in Nederland regent het waarschijnlijk alweer. Dus het is even omschakelen voor ons. En we hebben een lange reis voor de boeg. Dus wij pakken zo meteen de taxi. En de taxi die brengt ons naar het vliegveld hier. En dan vliegen we weer terug naar Nederland, jongens. Ja. Dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Met ons mee. Maar voordat we de taxi in gaan, gaan we nog heel even het strand op, jongens. We hebben onze vliegtuigpakken alweer aan. Kijk, ja. Het water is gezakt. Ja. Ja, het is eb en vloed. Dat idee heb ik ook, ja. Want het is hier nu... Nat, wat vonden jullie van deze Dubai-vakantie, jongens? Ja, supercool. Nee, want dit was toch wel een hele grote droom natuurlijk. Ja. Die uiteindelijk... Het is ook zo mooi. Ja? Ja. Het is heel groot en ook al heel toeristisch. Ja. Maar het is hier ook al heel veilig, omdat ze hier best wel streng zijn en alles. Hier is ook geen criminaliteit en alles is hier allemaal niet. Nee. Dus het is hier eigenlijk een supermooie grote wereldstad. Ja. Maar ja, daar tegenover... is het eigenlijk ook gewoon heel veilig hier. Ja. Er zijn ook echt heel veel dingen wat dan de grootste of de hoogste is, snap je? Een beetje Kunnen we het eens dus opnoemen? Burj Khalifa, ja. De Burj Khalifa is het grootste gebouw. Ja. Ferrari park. Het Ferrari, is dat het grootste park? Nee, dat is niet. Nee, dat is niet het grootste. Want Lucilla zei is wel waar, het waterpark. Ja, zelfs achtbaan. En ook de reuzenrad. Het grootste reuzenrad. En het grootste, hoe noem je dat ook weer? Winkelcentrum. Ja, maar de mall. Ja. En ook de grootste aquapark. En je had nog een keer de grootste. Het is ook een mooie kleren. Oh, moskee. Ja. Moskee, ja, heel goed. Maar grootste moskee. Het staat maar 45 tot 50 jaar. Ja. Dus, ja. Het is een hele nieuwe stad. Helemaal gebouwd in de woestijn. Ja. Dat was ook heel bijzonder te beseffen. Dat het echt een hele jonge stad is. Het is ook zo druk omdat hier ongeveer 3 tot 4 miljoen, 5 miljoen, 1 miljoen mensen wonen. Ja. Naar dat, ook... dat is wel heel indrukwekkend allemaal, hè? En ook heel mooi. Komen we hier nog een keer terug? Ja. Zeker. Ja, dat ik hier was geboren, had ik dat ook al cool gevonden. Zeker, jongen. Zeker. Nou, de jongsten die spelen even lekker op de trampoline daar. Hebben ze heel veel gespeeld. Ze hebben ook heel veel bij het strand gespeeld. En bij het zwembadje daar met die glijbaan. Zijn jullie klaar om weer naar huis te gaan? Ja, ik wil eigenlijk. Ik wil hier eigenlijk blijven. Wil je hier blijven, liefie? Ja. Maar wil je ook hier blijven? Ja, die hebben we wel weer gemist, hè? Ja, maar gemist nog niet. Nee. We zijn nog in Nederland. In Dubai? En dan... Holy shit. Een heel klein boekje. Een heel klein boekje, ja. Dat zie je wel. Wat doe jij? Doei. We hebben alle bagage al ingepakt. We hebben gisteravond en vanochtend gedaan. Ja, ik zie ook alles weg al. Ja. Ja, kom maar aan, schatje. Is de taxi er al? Ja, hier zijn alle koffers. Kinderwagen.
tas voor in het vliegtuig, dus een handbagage. En die koffers gaan we inchecken. Papa zit hier nog even wat vlog dingetjes te doen. Want hier hebben we dus een kabel. Dat hebben jullie dus niet gezien. Maar we hebben hier een kabel lopen. En die loopt dus naar de internetverbinding. Zodat we kunnen uploaden. Nou, eens even kijken of de taxi er al staat. Kijk, het was weer een prachtige dag is het vandaag. De taxi staat er ook weer. Dan gaan we alle bagage inpakken, jongens. Ja, yeah. Good morning. Gaan we alle spullen inpakken. Die moeten hier achter, dus gaan wij even op één bankje zitten en dan gaan we hier alle spullen neerleggen. Goed? Wil jij sturen? Ja. Ja, hè? Even sturen. Nou jongens, één plaatje nog van het mooie Dubai, voordat we straks weer op naar Nederland gaan. Twee grote koffers. Dus uiteindelijk weer gelukkig om alles in te krijgen. Ja, gelukkig wel. Dit is de eettas en de vermaaktas, eigenlijk een beetje voor in het vliegtuig. Ja, en deze. Zo, de taxi staat klaar om alle bagage in te doen. Hoeveel koffers hebben we in totaal? Twee grote en twee kleintjes. Twee kleintjes. Eentje had ik alleen maar heel veel eten in zitten op de heenreis, dus er zitten nu alleen maar jassen in. Oh dus ja. Zijn koffers zonder inhoud. Ja. Zit te schatten hoe warm het is. 30 graden, denk ik? Nee, 29, 28. 29, 28 graden. Ja. Het verschil voel ik niet meer. We doen het vakantiehuisje op slot. Ja, maar je hebt hier dus een online overdracht van de sleutel. Ja, je moest dan hier het in zo'n kastje doen. Met de code. Ja, er zit een code op. En dan, ja, dan was dat het. Ben je genoten, zeker. Nou, de auto in. Dat gaat wel missen, hè? Ja. Nu in een volle auto met ons allen op naar de airport, hè? Ja. Nou, let's go. Lekker in slaap gevallen. We hebben alle bagage leeggehaald. We zijn hier op het vliegveld. Nu hebben we het nog warm. Straks is het een ja, oh, ja, je tas. We hebben twee karretjes. We gaan hem heel erg missen, want hij heeft ons heel goed geholpen deze vakantie. Ja, thank you so much. Thank you. Yes, bye bye. Nederland in de taal en Arabisch, ja, dat weet ik ook niet. Wij kunnen geen Arabisch. Ik weet niet, voor degenen die Arabisch kunnen, hoe zeg je Nederland in Arabisch? Ik weet het niet. Dat is een goede vraag. Ik weet ook niet hoe je dat Nederlands zegt. In het Engels zeg je de Netherlands. Of als je dat Dutch. Zegt, of Dutch, of Holland. Wat? Daar begint de hele reis weer, jongens. Serena, onze vriendin, is hier ook. Kijk. Ja, die zit hier ook in het vliegtuig. Die is bij haar familie geweest. En die vliegt ook weer terug nu met ons. Dus die zien we straks ook weer. Die gaat weer naar Nederland toe. Is zij ook naar... Dat weet ik niet. Ja, moet zo even appen waar ze is. Maar we zien haar sowieso wel bij de terminal. Denk ik. Blijft een mooi vliegveld, ja. Nou, staat onze vlucht ertussen. Oh ja, dat is lastig te lezen. Kijk, dat is allemaal Arabisch. Gelukkig. Geen idee. Hebben ze ook Engels? Ze hebben ook Engels. Nou, zoeken. Waar staat Düsseldorf? Want we vlogen op Düsseldorf, jongen. Ja, heb je hem gezien? De EK 057. Even kijken, ergens daartussen staat hij. We zien hem. Wij staan in de rij om in te checken. Kijk, daarachter moeten we de koffers in checken. Dus dat duurt nog wel even. Ja, ze zijn alle vluchten. Alle vluchten hebben dezelfde rij. Ik had gedacht, misschien is het achterin rustiger, maar dan zien we dat ze net zo druk. Nee, je hebt overal rijden. Ja. Ja, dat is dan weer het enige nadeel dan van vliegen zijn altijd die wachtrijen. Voor de bagage, voor de paspoortcontrole, voor de douane, voor het inchecken van het vliegtuig. Je hebt iedere keer weer dat je moet wachten. Dat is gewoon een privé. Ja. Ik natuurlijk ook wel als je gaat vliegen dat je dus veel op wachtrijen staat. Dus je bent erop voorbereid en de kinderen zijn erop voorbereid. Als je dan heb je niet het onderhoud en de service voor jezelf, maar gewoon wil je het met z'n allen. Ja, precies. Ja. We gaan wel met het terugreis, wel bij de raam. Nee, ja, dat was nog een dingetje. Weer niet bij het raam.
Papa had het wel bij het raam geboekt, maar omdat er was weer iets met de vlucht, ik weet het niet. Volgens mij was weer veranderd in een andere vlucht, maar we zitten wel bij. Ja, we hebben nou weer een ander soort vliegtuig ook. En eerst was hij geannuleerd, dus eerst kreeg ik nog een beetje de van, geannuleerd. Ja, de vlucht was geannuleerd. Ja, maand is een beetje overdreven, maar gelukkig was het dus, uiteindelijk was het dus weer niet geannuleerd, maar alleen zaten ze niet meer bij het raam. En Daniel zei, dit is een groot vliegtuig. Dit is een dubbeldekker. Ik heb nog nooit in een dubbeldekker gevlogen. Nog nooit. Is hetzelfde als een verschil is, je hebt er een extra etage. Ja, ik weet het niet, ik vind het wel weer... Een hele mooie grote jumbo jet. Ja. Het is wel ook wel leuk bij de raam, maar ook wel heel leuk. Het was ook wel leuk, hè, in het midden. Vond ik ook wel wat hebben. Ik heb het raam niet zozeer gemist of zo. Nee. Nee, het was wel een lekker plekje. Naar die kant of naar die kant kijken. Ja. Ook een lekker dat tv'tje. Ja, ik kan ook naar buiten kijken. Ik kan ook alles zien, hè. Van ja, buiten, ja ik kan alles zien. Het is zo schattig. Heb je er weer zin in, vliegen? Ja. Vind je wel weer leuk? Met de tv vind ik ook wel leuk. Een tv'tje? Ja, wel weer een tv'tje, maar wel weer een middenrij. Oké, maar ik vond eigenlijk ook wel weer fijn. Ja? Dan kon je bij... Kanten er meteen uit en zo. Ja, was wel fijn, hè? Ik vond het op zich ook niet verkeerd, middenrij. Zo zie je maar weer, dat je denkt, in eerste instantie denk je, wat jammer niet bij een raam, maar uiteindelijk was het toch best wel fijn. En dit karretje is dus met handbagage. En deze koffers gaan allemaal op de band, is dat er? Ja. Nou, nu zijn ze de paspoort aan het controleren. En dan op naar de gate. Maar we gaan de... Volgende rij, jongens. We gaan de rijen tellen. Kijk, hier hebben we... gaan de rijen tellen. We hebben net rij 1 gehad. De paspoorten, ja, dit is all passengers. Deze gaat sneller, jongens. Nee, ideaal. Het is gewoon allemaal via dezelfde gate. Nog een rij gehad, dus er was 2, 3, 4 rijen, de security, paspoort, ja. De 4 rijen nu verder. Ja, toen moest Lucie zwakker worden, want ook het wagentje moest worden scannen. Ja. Maar alles is weer gelukt. Nou, nu moeten we op zoek naar de gate B nummer 13. Nu gaan we weer die leuke lift in. Kijk, dat water gebeuren. Ja. Ja, mooi hè? Dat is een mooie waterval, zie je dat? Ja. Zo kan je kijken. Gaan we naar boven toe? Ja, naar boven toe hè? Mooi. Ja, een mooie waterval. Hoog, ja. Daar staat een vliegtuig. Ja. Ja, we zijn goed op tijd. We zijn mooi op tijd. We zijn 3 kwartier voor boarding tijd. Ja, we hebben nog 3 kwartier. Sneller dan normaal. Ja, we waren goed op tijd. Dan scheelt het allemaal. Ja, mooi. Het is een vliegtuig, hè? Liesjes, die ziet het allemaal. Wauw, jongens. Ik vind al die leuke winkeltjes. Ja. Kijk, dit is waar de winkeltjes zijn, hè, jongens? Ja. Hij heeft ook wel een wc. Ja, daar is een wc. Ze hebben ook een Louis Vuitton. Ja. Nou, en dan is hier nog duurder. Zie, Liesjes, een draak. Zie je dat? De Chinese Happy New Year staat erop. Eten is wel altijd duurder. Op het vliegveld, ja. Op het vliegveld is... Is eten altijd duurder? Is alles duurder. Nou, de rest ook wel hoor. Ja? Kijk, je hebt allemaal parfummetjes. Zie je dat? Ruikt het heel lekker? Ja. Oh, het ruikt hier heel lekker, het parfum. Ik zie dat was een nummer. B, nog wat. GBL, jongens. Ja, nu was het GBL. Ja, kijk eens jongens, allemaal elektronica. Fucci, weg Fucci. Wat was het ook alweer? Oh ja, dat. Oh, dat is wel mooi. Kijk, wel mooi hoor. Allemaal elektronisch. Maar mam, ik moest dus af, hè? Ja? Wat is dit nou precies? Is dit voor een telefoon? Een Dyson, een stofzuiger voor je oren. Voor je oren. Nee, ik denk ja, maar je zou denken dat Dyson een stofzuigermerk is. Tenminste, ik ken hem van een stofzuigermerk. Ja, misschien dat de stofzuiger niet meer goed liep of zo? Ik weet het niet. Ja. Oh, je kan hem echt testen. Nu gaat hem testen. Wie wil testen? Dit is voor de testen. Oh, dit is een fuik. Oh, lekker jongen. Ja, wat zie jij? Oh, echt waar. Kan je gewoon hier met een plukje even kijken hoe dat werkt? Ja. Oh, en dan kan je kijken of die krult. Oh, dat vind ik leuk om te doen. Ik weet niet of die aanstaat. Nee, ze staat niet aan. Maar dat idee is het wel, ja. En papa die staat bij de drones. Ja, die bij de security. Kijk, deze drones die...
I have I can ask a license as a filmmaker to fly in Dubai. Daniel had dus de drone niet meegenomen, omdat we altijd van tevoren checken we altijd of een land of dat mag of niet. En of je daar vergunning voor moet hebben of niet. Dus dat we het allemaal kunnen regelen. Maar in Dubai mochten we dat niet meenemen. Maar de mensen hier zeggen nu wel dat als je dus een drone hebt en je wilt dronen, kun je er wel een vergunning voor vragen of zo. Je moet wel een soort filmmakers permit hebben of zo. Hier ergens moet de gate zijn. Dus hier gaan we ergens zitten. 14? Oh, maar dat hoeft het niet, jongens. Hoef je niet op de band. Jammer, hè? Daar wouden ze zo graag op de band. Maar dat hoeft niet, want het is al hier. Dus dan hoef je niet op de loopband. Ja, mama had al hier een reistas mee. We hadden even lekker drinken. En wat eten. Hé, hey, we hebben nog geluk. We zitten nog in het zonnetje, zie je dat? Op een hele mooie terugreis. Naar opa en oma, een woezelen pup. Gelukkig bedankt. Ik had gisteren nog vers fruit gekocht in de supermarkt. We hebben even lekker wat te eten. Ja, die mag je drinken. Ja. Lekkere dingetjes in, dat mag je straks. Kijk, maar je kunt ook een rijstwafel pakken met een plakje kaas. Dat is misschien wel lekker. Zullen we dat nu even doen? Mama, ja. De croissantjes. Croissantjes. In die tas gedaan. Oh, goed zo. Dan kunnen we die ook nog op. Dit is een plakje kaas. En die kun je zo daarop leggen. Een lekkere rijstwafel met kaas. Silla en Luxie doen een spelletje. En dan moeten ze kijken. Welke, kijk, die twee staan er dan op. En wie hem dan het eerste ziet, die mag hem dan hebben. Heb je hier ook? Nou, welke is dubbel? Ik zie het niet, ik zie het niet. Jullie? Ook niet. Ik zie het niet. Hè, ik zie het. Moet wel. Die. Ja, het bommetje. Gek hè, dat je het dan niet ziet hè, in eerste instantie. Je het niet weet. Ja? Mag je hem gewoon aanwijzen? Ja, hoe die heet hè? Ja, dan mag je aanwijzen, schatje. Nou, gaan we nog een keer. Welke is dubbel? Welke is dubbel? Oeh, deze is lastig. Igelo. Ja, de igelo. Lucilla, die was eerst. Leonie zit lekker aan de telefoon. En Daniel gaat met onze vriendin. Goed in de lijntjes tekenen. Tussen de lijntjes tekenen. En Lucilla en Luxie zijn een kwartetje aan het spelen. Dan heb je een kwartet. Maar dit is poepkwartet. Kijk, poepkwartet? Poep van de cavia. Oh. Mond, poes, kulai. Oh ja. Maar ik heb het niet gedaan. Nee, kwartetten. Nee, heeft Lucilla jou uitgelegd net, hè? Ga je voor de eerste keer kwartet spelen, schatje. Moet je 4 van 1 verzamelen. Ja. Dat is kwartet. En Luan die is social media aan het kijken, denk ik. TikTok het kijken. Instagram kijken. Instagram kijken. Nou, zo vermaken ze zich wel ieder op hun eigen manier. Het is het vliegtuig. Dat is de eerste keer dat wij in zo'n hele grote... Dus het is een dubbeldekker. Wow. Nou, we zijn door de paspoort heen. En dan gaan we nu op naar het... vliegtuig. Dubbeldekkervliegtuig. Wij hebben daar nog nooit in gezeten. Dus dat is weer een hele nieuwe ervaring, jongens. Ja, Airbus. Ik ken dat niet, maar ik vind het wel vet. Heel groot vliegtuig. Maak daar maar even een foto van, jongen. Met de paspoorten, ja. En de tickets, kids. Inchecken maar. Toen kon je echt nog maar net je naam schrijven. Dat is Curaçao van de kerstvakantie. En daar, kijk eens. Oh, heb je alle stempeltjes van Dubai, Oman. Trots, hè? Op jullie stempeltjes, ja. Dankjewel. Al je stempels, Dubai, Oman. Zo, je hebt echt veel, hè? Ja. Trots op hun stempeltjes, hè? Ja, echt hoor. Naar? De dubbeldekkervliegtuig. Ja. Oh, kijk dan. Hij is heel groot, het is Airbus, hè? Airbus. Dat is wel heel spannend, hè, Lucie? Ben je daar geweest? Ja. Mooi tapijt, kijk. Hier heb je afslagbordjes. Wij moeten naar, nee, zone C. Zone C, kijk, dit is business class, die kant op. Maar wij stappen achteruit. Ja, zone C. Ook een paar ramen erbij, hè? Mooi, hè? Ja, het is wel mooi. Wauw, kijk eens. Wat een chique slotje. Kijk eens. Nou, handtassen, kunnen we daar gaan.
die kant en dan die kant op. Ja, ja. Zo, nou jongens, kijk. Het vliegtuig. Wauw, Lusjes, we gaan deze kant op. Ja, nou maar jongen. Kijk, hier is de keuken. Ja. Hallo. Ja, oh Luan, jullie gaan zo snel. Jongens, jullie gaan zo snel. Nee, echt? Nee, 88 is het, ook die daar. Hier heb je ook 88. 86. Hier, kijk, dat is 88. We zitten bij het raam. Yeah. Going to be this two. That's two. This one? Yeah. Wel bij het raam, jongens. Schiep je de wip? Deze twee? Ah, ja. Bij het raam. 100%, ja. Ja? Oké, top. Nou jongens, hey, dat is toch nog wel een verrassing. We zitten toch nog bij het raampje. Kijk dan. Je kunt naar buiten kijken. Het is ook wel een heel chic raampje. Zie je dat? Lusjes en Luxie zitten hier al lekker voor een filmpje bij het raam. En hierachter zitten Luan en Lucilla. Moet je kijken, een hele luxe uitvoering. Net zoals. Kijk. Een tv-versterker. Voor de oplader van de laptop. Ja, super handig. We zitten dus helemaal achter in het vliegtuig. Heb je hier ook nog een dansje doen? Leuk, leuk jongens. Hey, nog een lekker plekje zo, hè? Ja. Je kunt er ons wel even maken. Allemaal opladers. Ach, jongen. Ja, dat grappig dat je gewoon kan opladen hier. Ja, ideaal toch? Ja, dat is wel ideaal. In de ruimte. Ja. Hier de badkamer. De sauna die je snel aan. En een gouden douche. En een gouden douche. Gouden douche. En de jongens zitten al lekker in een filmpje te kijken. Die vermaken zich nu alweer, jongens. Kijk ze dan lekker zitten. Daniel die laat alvast heel even wat beelden van de vlog in. Dan kan ik zo beginnen te editen. Kijk, hey, ik heb hier gewoon 220, hè? Ja, Daniel is helemaal verbaasd dat het 220 hebben. Ik heb al dat zorg, heb ik genoeg accu voor de camera. Terwijl hun nou vast lekker even een filmpje te kijken zijn, ga ik even naar de wc. Maar ik wil jullie het even laten zien, want kijk dan hoe leuk dit eruit ziet. Ik vind het altijd zo gezellig, zo knus. Nou ja, kijk. Ik kan zelfs helemaal een outfit check doen. In de van Jumbo. Kijk eens. Hey, dat is leuk, hè? Je zit ook in het vliegtuig. Nou jongens, het is etenstijd. Lekker meloen. Lekker, oh, dat is lekker. Ook een meloen erbij. En dit is een taartje. Ja. Even kijken, doen we zin. Hebben jullie ook eten? Oh nee, ik weet het niet. Daniel kwam dus bekende tegen, dus die staat gewoon achter lekker te babbelen.
Terwijl de kinderen lekker hier filmpje aan het kijken zijn. En ik was een vlog aan het editen. Ja, ik zie het, jongen. Moet je even een andere film uitzoeken? Welke zullen we doen? Deze is misschien ook wel leuk, ja. Die had je nog niet gezien, hè? En terwijl we dus in het vliegtuig zitten, probeer ik dus wat beelden te editen van de vlog. Waar jullie nu naar hebben zitten kijken, die heb ik net geëdit. Zodat we vanavond, komen we echt super laat aan. Dat ik niet ook nog hoef te editen. Want morgen als we thuis komen, moet ik ook alles weer uitpakken. En dan ook nog een vlog te editen van de hele reis. Dan trek ik voor de rest niet. Dus kan ik de uurtjes in het vliegtuig goed voor gebruiken. Wil je wat laten zien? Ja, oeh, dat is leuk, hè? Dan kan ik een foto maken. Zie je dat? Nou, het schiet mooi op. We zijn vertrokken vanaf Dubai. Net over Kuwait heen gevlogen. En moeten we terug naar Düsseldorf. Kids die vermaken zich met andere filmpjes. Voor het weet zijn we veilig thuis. Deze Airbus is echt wel top. Het is lekker, hè? Het is spacious. En ja, ik vind dit vliegtuig een vette topper. Kijk er naar uit. Ik kan hier eigenlijk een dansje maken. Stewardess is altijd aanroepbaar. Dus ja, perfect zo wat het is. Mijn ervaring is lekkere runderbief met aardappelpuree, worteltjes, broccoli, salade, aardappeltoefjes en een broodje. Wat hebben we gekregen, Liesjes? Ijsje! We hebben ook een zakje chips gekregen, een ijsje en wat drinken. Popcorn, sorry. Dat is popcorn. Oh, een lampje aan. Tekenen. Ja, spieken. Nou, Roes, nog geen één kind heeft geslapen. Luxie zit ook nog gewoon daar. En hierachter. Mamika! Mamika! Ja? Papi! Zo hard. Papi! Andere mensen willen wel slapen. Muziek! Mooi muziekje. Ja. Ze hebben mooie lampjes aangedaan, zie je dat? Ja. Lampjes zien het, hè? Mama. Oh, Lusjes luistert naar muziekjes. Naar kindermuziekjes. Kijk, en ik ben hier een filmpje te maken. Over de vliegtuiggeschiedenis. Nou, lekker beetje van Liesjes. Die hebben even overgelegd. Het laatste uurtje was hij alsnog geslapen van de auto hier staan op een parkeerplaats lang parkeren. Maar dan moeten we eerst met een taxi naar die auto toe. Ja. En dit is van ons in Dubai, die is er ook mee. En die rijdt met ons mee en we zetten haar ook af thuis. Dan hoeft haar man niet om heen en weer te rijden. Nou, we zijn weer veilig terug in Düsseldorf. Nou, kijk eens, die zullen staan al als eerste bij de bagageband. Ja. Maar waar zijn onze koffers? Mama zit hier. Hey, daar is Luan. Hey, kun je een car vinden, jongen? Ja, die moet je betalen. Oh, echt waar? Moet je een muntje? Moet je betalen, kan ik. Een muntje? Kijk, dat meisje denkt ook van me. Waarom kan ik dat niet?
Oké. Okay. Nou, we hebben gelukkig wieletjes onder de koffer. En de taxi staat dichtbij. Tot alle koffers gevonden. Maar het is heel alleen maar koffers met jasjes. Kleine jasjes, hè? Kleine. Ja. De normale economieband is leven. We hebben nu alleen nog een businessband. Waar die misschien terecht in kan zijn gekomen. Dus even afwachten. Nee, dat waren kleine windjasjes. Ja, zomerjasjes. Ja. Oh. Hier, daar, Leon. Leon. Hij ligt tussen de businesskoffers. Kijk, Dubai first. Dubai first. Hey, die heeft gewoon business class gereisd. Toch één koffer in de business class. High five. Op naar de taxi die ons aan de auto brengt. Nou kijk, toch fijn dat we de koffer in de business class nog vonden. Deze koffer is eigenwijs. Die denkt, ik reis gewoon business class. Christmas, luxe. Lampje uit. Nou, de jasjes weer aan en op naar de taxi. Nou jongens, na een lange reis zijn we uiteindelijk weer thuis. Kijk, dat Lucilla en Lucie zijn in slaap gevallen net. Met de honden knuffelen. Maar we zijn weer lekker thuis. We gaan de kids lekker op bed leggen. En waren dit onze Dubai vlogs. We gaan morgen lekker uitslapen. Rustig aan doen. Maar voor nu zeggen we jongens, hopelijk hebben jullie weer genoten van onze Dubai vlogs en onze vakantievlogs. En sluiten we hierbij onze vakantievlogs ook af. Dus doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje en we zien je snel weer in een nieuwe video. Doei. Doei.